Ik zal de vraag even herhalen voor diegenen die je misschien niet gehoord hebben. De vragensteller heeft een scriptie geschreven, begreep ik, over de opkomst van landen als China, misschien daarna India. We kunnen ook aan de kleintjes in Azië denken natuurlijk. En vraagt zich af of die opkomst van die nieuwe industriestaten niet een gevaar is voor de industrie van de Verenigde Staten. Zo heb ik het wel goed samengevat. Ja, ja, nee, dat denk ik niet dat dat zo zal zijn. Dat wil zeggen, tijdelijk kunnen wel frictieproblemen ontstaan doordat ze in China tennisschoenen maken voor weet ik het, een kwart van de prijs waarvoor ze in de Verenigde Staten gemaakt kunnen worden. Dat kan het geval zijn en dat betekent dat de hele tennisschoenenindustrie in de Verenigde Staten op termijn van een jaar of 4-5 op de fles gaat. Dat is mogelijk. En dat is heel vervelend voor de mensen die in de tennisindustrie werkzaam waren. En als dat gekoppeld was aan een mono-industrie in een bepaalde stad, is het nog vervelender. Ik zie dat allemaal wel in, maar u moet een beetje terugtellen in de tijd. De eerste industriële mogendheid was Engeland. Wij hebben stuit gevonden. Ja, als je nu naar Engeland kijkt, begrijp je niet hoe dat mogelijk is. Zelden al een zo onbeschrijfelijk sufland. Als Engeland geworden is, zo'n belangrijke historische rol hebben gespeeld. Ja, Margaret Thatcher, sorry dat ik er nou even op kom. Wat lees je dan allemaal over Margaret Thatcher? Dat ze de Engelse samenleving grondig veranderd heeft. Daar moet u toch goed aan doen om eens even naar de cijfers te kijken over de overheidsuitgaven in de 11 jaar dat zij prime minister was. En met name ook naar de verdeling van de overheidsuitgaven. Wat ziet u dan? Is de overheid, is die een minder belangrijke rol gaan spelen in Engeland in die 11 jaar? Voor geen meter. Integendeel, de overheidsuitgaven zijn eerder gestegen dan dat ze gelijk zijn gebleven, laat staan dat ze gezakt zijn. En dan moet u eens kijken welke sectoren van de overheidsuitgaven spectaculair zijn gestegen in die 11 jaar. Onder andere de sociale uitgaven. Nee? Waarom zoekt dan niet iedereen dat even op? Nee? Waarom zegt men dan dat het zo is wat helemaal niet zo is? Ja, heeft ze prioriteiten verschoven? Ja, dat is allemaal waar. Maar goed, Engeland heeft het uitgevonden. Engeland heeft 100 jaar lang eigenlijk geprofiteerd van het feit dat zij de uitvinders waren. En een gigantisch empire opgebouwd. En de Engelse textielindustrie, dat was in principe 60% van de totale wereldtextielindustrie. En als je kent de zware industrie, wist u dat pas in 1913... passeert het bruto binnenlands product van Duitsland het bruto binnenlands product van Engeland. Pas in 1913, ja, je zou zeggen dat is toch wel frappant lang geleden. Oké, nou precies 100 jaar geleden. Leuk idee voor een stukje. Ja, daar moet je altijd aan denken, een stukje schrijven. Maar nu de vraag, en Engeland is zoals u weet ruimschoots gepasseerd. We hebben het net gehad over die auto's. Engelse auto's bestaan eigenlijk niet meer, voor zover ze schijnbaar nog bestaan, zijn het in het geheim Duitse auto's geworden. Maar is Engeland tot bittere armoe vervallen? Nee, dat is helemaal niet zo. Het gaat dan niet geweldig, dat weten we wel. En het inkomen per hoofd in Duitsland is hoger dan in Engeland, dat is waar. Maar het is in Nederland nog hoger dan in Duitsland. Misschien dat gecorrigeerd wordt in de komende jaren, dat moeten we even afwachten. Maar Engeland heeft uiteindelijk gewoon meegedaan. Het idee is een beetje wat u schijnbaar aanhoudt, dat als een ander die spullen gaat maken, dat jij dan in feite machteloos bent, want jij kunt ze niet meer maken. Maar we zien eigenlijk altijd dat jij dan iets anders gaat maken, waar je beter in bent. Dat is het hele idee van internationale handel natuurlijk. Of neem een land als Nederland bij. Wij draaien nog steeds mee in de top 10 van de wereld in vrijwel alle denkbare opzichten. En wij hebben helemaal geen last van China. Geen last van China. Ik weet niet hoe die cijfers in Rotterdam een beetje volgt, maar het is voor ons een enorme voordelige zaak. Al die spulletjes uit China, die worden in Rotterdam binnengevaren en dan in Lobitte weer uitgevaren. Maar daar verdienen we goed geld aan. En het gaat er uiteindelijk in de economie om of je er geld aan verdient. Als je meer geld aan gladiolen verdient dan aan computers bouwen, dan moet je vooral gladiolen kweken. Ik zag nooit iets in de Nederlandse computerindustrie. En daarom zei ik toen altijd, je kunt beter gladiolen kweken, dan verdienen we een stuk meer dan aan die stomme computers. Ja, dan was het deftig om high-tech industrie. Waarom zou je high-tech industrie moeten hebben als je goud verdient aan gladiolen?
Trouwens, het valt nog helemaal niet mee om een lekkere gladiool te kweken, dus dat moet je er dan bij bedenken. Nee, dus ik heb dat gevoel niet. Het kan wel tijdelijk grote structurele problemen geven, zoals het in Amerika heeft gegeven. Kijk, als u de technologie een beetje gevolgd heeft, dan weet u dat met name in de staalindustrie in de afgelopen 40 jaar eigenlijk heel andere productieprocessen zijn gestart, waardoor eigenlijk de hele ouderwetse staalindustrie min of meer op de fles gegaan is. En steden als Pittsburgh en Cleveland en Flint, en dan gaan ze maar door. Al die steden met zware industrie in het Middenwesten, die zijn hun hele industrie kwijtgeraakt. Maar tegelijkertijd zijn er andere industrieën opgekomen. De Amerikaanse economie is heel behoorlijk competitief. Daar is niet zo verschrikkelijk veel meer mis. Trouwens ook de Europese economie is eigenlijk vrij competitief. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar laatst was er een lollig onderzoekje naar de meest competitieve naties ter wereld. En Nederland op nummer 5. Ja, wij stonden in de top 5. Hè. Nummer 1 was Singapore, geloof ik. Nummer 2 Hongkong. Nou ja, dat zijn gewoon Chinese standstaten, dus die tellen we niet mee. Hè. Dat is niet eerlijk. En dan had je nog, ik geloof, Zweden en Finland, als ik het wel heb. Trouwens, als je daar nou even over nadenkt, dat in de top 5 staan dus liefst 3 staten waarvan de neoliberalen altijd beweerden dat ze veel te omvangrijke verzorgingsstaten hadden en al die uitkeringen. En dan gaan die lui maar thuis op een blote reet op de bank zitten en naar de tv kijken in plaats van keihard te werken, hè, om met Opstelten te spreken. Eigenlijk alles wat Opstelten doet, doet hij keihard. Keihard aanpakken, maar keihard de gevangenissen sluiten, maar keihard een glaasje water drinken. Keihard, dat is zo'n typisch politiek cliché, is dat alles keihard moet. Wat bedoel je, wij denken van, kan het niet een beetje, hè, softly, waarom niet, een beetje relaxed, al die poppenkast. Ja, maar wat een verrassing te horen dat de top 5 meest competitieve naties ter wereld, dat die in Verenigd Zwitserland was er ook bij, maar daar ben ik nog even kwijt. Ik geloof Amerika is nummer 14. Dus ja, dat ligt ook aan allerlei factoren waarvan je af kunt vragen hoe gewichtig zij precies zijn, met name de penetratie van internet en de snelheid van je internet, dat soort van dingen. Terwijl ik altijd denk, ja, of dat internet nou snel is, ja of nee. Soms is het bij mij helemaal niet snel. Ik moet niet afdwalen, maar ik ben het helemaal niet met u eens. Nee, ja, het is heel vervelend als je 3 generaties staalarbeider in Pittsburgh bent geweest, dan is het ongelooflijk lullig dat we nu een heel ander type, veel kleiner en veel efficiëntere hoogoven gebruiken wereldwijd. En dat met name de Japanners en de Koreanen daar veel werk van maken. Maar nou ja, laat ik Nederland toch weer als voorbeeld geven. Dat kunt u zich niet herinneren natuurlijk. Maar ergens zeg maar tussen halverwege de jaren 60 en halverwege de jaren 70 raakten allerlei traditionele industrietakken in Nederland in de grootst mogelijke probleem. En dat begon met de textielindustrie die feitelijk grotendeels verdwenen is. Twente, Tilburg, dat zijn allemaal verdwenen. Dat bestaat niet meer. De sigarenindustrie is ook weer niet, is ook geen wereldwijd succes op dit moment. En we hadden een heel traditionele, goed draaiende bedrijfstak, de scheepsbouw. En de hele grote scheepsbouw is in Nederland in 10 jaar verdwenen. En de vraag is natuurlijk, waar ging die heen? Want dat las je dan in de krant. Waar ging nou de Nederlandse scheepsbouw heen in de vroege jaren 70? Japan of Singapore? Naar Japan. Nee, Singapore is de kleine grote scheepsbouw. Dat is veel te sophisticated economie, want grote scheepsbouw is natuurlijk een vrij lullig klusje eigenlijk. De bedrading wordt aangeleverd door gespecialiseerde bedrijven. Voor de rest is het gewoon aan elkaar lassen van hele grote platen ijzer. Dat kan mij eigenlijk een grote trekker heb je trouwd. Ik maak het iets simpeler dan het misschien is, maar daar komt het eigenlijk een grote trekker. Het ging naar Japan. Is er in Japan een grote scheepsbouw? Nee, al lang niet meer. Waar is nu de grote scheepsbouw? Ja, deels in China, deels in Vietnam, maar ik geloof zelfs deels verhuisd naar Bangladesh. Daar slopen ze al, dus ze kunnen ze ook net zo goed documenteren in elkaar zetten natuurlijk. En ja, en dat allemaal via tussenstations uit Korea. Er zit een cyclus in van ongeveer 25 jaar. Ik schat dat de hele productiefaciliteit in 25 jaar wordt afgeschreven. En dan kun je dus verhuizen naar het volgende land waar mensen goedkoop lassen.
Ja, ze kunnen u ook een lascursus geven en dan kunnen we zo aan de slag. Maar het schijnt even niet zo verschrikkelijk. Ja, mijn broer heeft ook een lascursus gevolgd en die zei zelfs, jij kunt het leren. Wat in onze familie eigenlijk geldt als dat moet het wel het allerdomste werk zijn wat mogelijk. Ik ben zo iemand die balletjes in de kerstboom hangt en dan valt de kerstboom op. Dus nee, hebben wij daaronder geleden dat de textielindustrie, ja, we dachten toen dat het verschrikkelijk was. We hebben nog jarenlang die RDM-werk gesubsidieerd vanwege de overheid. Dat is nou die oprichter die nu voor het gerecht staat in Rotterdam. En hoe heet die nou ook weer? Die? Helpt me zo weg. Niet de krant beter lezen. Ik ben dement in de jaren, dus ik kan het niet helpen, maar u hoort het gewoon te weten. Van de nieuwe huizen, precies. Waarvan we ook dachten dat het een soort industrieel genie was. En heel geleidelijk aan, je ziet dat wel eens in van die spookachtige films, is die veranderd. Hij leek op Gandalf. En nou is hij. Nou is hij langzaam veranderd in een ork. Ja, zie, dat kunt u prima volgen. Dan moet ik het allemaal in de band van de ringterminologie zitten. Nee, we maken tegenwoordig heel andere dingen. We hebben een hele moderne economie die er tip-top aan toe is in allerlei opzichten. Ja, we hebben een paar dingen stom gedaan, iets te veel hypotheek genomen. En nu hebben we ons een beetje in de problemen erin gepraat, maar feitelijk is er niet zoveel mis met Nederland. En dat, dus als je het een beetje bijhoudt, dan het enige wonderlijke uitzondering in zekere opzicht in dit toneelstuk zijn natuurlijk de Duitsers. De Duitsers hebben een omvangrijke maakindustrie. Eigenlijk verstandig mensen zeggen, ja, hij heeft het nou zin om een auto te maken in Europa, nou, misschien in Zuid-Spanje of zo, of neem eens een anderhalve zomerland waar ze niks anders te doen hebben dan dat. En het wonderlijke is dat de Duitsers praktisch al die, ja, ze bouwen wat in Finland, by the way, en natuurlijk ook wel wat in Tsjechië, maar dat het groot deel van hun topmerken wordt gewoon in Duitsland gemaakt. En dat kost een heleboel extra geld, maar de hele wereld is bereid om dat extra geld uit te geven aan een Duitse auto. Omdat je eigenlijk de garantie hebt dat je hem in no time eigenlijk in een ding kunt veranderen. Ik weet niet of u die foto heeft gezien van de vergadering van het... Ja, sorry, nog een vraag. Ja, die foto. Kom er zo aan toe. Ja, het was een enorm leuke foto van de vergadering van het Chinese politbureau. En buiten het politbureau stonden de auto's van de functionarissen. Nee, het waren geen Mercedes. Daar kun je aan zien dat er iets veranderd is in de afgelopen 20 jaar. Het waren allemaal verlengde Audi A8's. Audi is daar deftiger en Mercedes is ook wel een beetje... Dat zal u wat minder interesseren, de weg kwijt op het punt van de vormgeving. Nu, nog een andere vraag. Wie? Ja, gaat u gang. Nou, ik vroeg mij af, Mitt Romney was voor de presidentsverkiezingen minder conservatief dan hij tijdens de presidentsverkiezingen was, want hij had eerst Romneycare en dergelijke. Maar stel dat hij die tour had aangehouden en dus minder conservatief was geweest, had hij dan een grotere kans gemaakt om president te worden? Nou, deels heeft hij dat gedaan, want wil je... gekandideerd worden door de Republikeinse Partij, wil je dus winnen in al die voorverkiezingen, dan moet je echt een aardsconservatief standpunt over vrijwel alles hebben. Want op het eerste gezicht is er eigenlijk niks zo mooi en democratisch als voorverkiezingen. Want dan kun je in een eerste ronde kiezen tussen alle mogelijke kandidaten voordat je de werkelijke keuze maakt. Sorry. Maar wat blijkt eigenlijk in voorverkiezingen? Komen alleen de halve garen op. Dus bij een conservatieve partij komen de meest conservatieve leden of stemmers op die partij die komen opdagen en omgekeerd. Dus zowel dus de democraten worden naar links getrokken in voorverkiezingen en de republikeinen worden naar rechts getrokken. Voor degene die het tenslotte wordt, zoals Mitt Romney, die zit met een megaprobleem, want je hoofd... De biet ligt eigenlijk in het politieke centrum en je moet de independence niet van je vervreemden met hele conservatieven. Dus dan moet je eigenlijk weer van, zie je rechts, moet je weer naar het centrum.
waardoor alle journalisten schrijven, nou, het is een flipflopper. En nou is Romney ook wel een van de meest fantastische flipfloppers die ooit geleefd heeft. Bij Romney is het toch eigenlijk zo, ik vermoed dat hij geen specifieke politieke standpunten heeft. Hij is gouverneur van Massachusetts geweest, dat is de functie waarin hij gezorgd heeft voor Romneycare, die sprekend lijkt op Obamacare. Massachusetts is een hele progressieve staat, misschien wel de meest progressieve van de Verenigde Staten. Dus ja, daar moest hij progressief zijn. En toen werd hij kandidaat in 2008 en toen werd hij al heel conservatief, maar niet conservatief genoeg. En nou ja, zo gaat een beetje net Rutte, zo. Daar doet hij veel aan denken. Heeft Rutte politiek? Ik denk dat Rutte van oorsprong een betrekkelijk links-liberale jongen is. Ja, ik zie hem nog als jongen. Dat is een afschuwelijk moment in ieder leven. Dat degene die het voor het vertellen hebben, dat die 20 jaar jonger zijn dan jij bent. Met de oude Bush, toen hij nog president was, die was 20 jaar ouder dan ik. Daar kon goed mee leven. En toen werd Clinton en die is 3 jaar jonger dan ik. En dan vond ik alleen maar niks meer aan. Maar het leek mij prachtig. Dus ja, vandaar dat term jongen. Ja, als je een politieke carrière wil maken, Rutte, die links-liberaal begonnen is, nou, toen heeft hij dat trauma opgelopen van de strijd met Rita Verdonk. Dus hij moest in die strijd moest hij naar rechts om Rita de rechtse wind uit de zijde te nemen. En dat was een behoorlijke rechtse wind. Hè. Dat heeft hij op het nippertje gewonnen. Maar daaruit bleek wel dat die partij in feite natuurlijk helemaal niet liberaal is, wat hij wel niet doet, maar gewoon een conservatieve partij is. Dat wil zeggen, er zitten in de VVD 10 liberalen. En voor de rest bestaat die partij uit doodsbange, ultrarechtse, provinciale winkeliers. Daar is niks tegen, die moet ook vertegenwoordigd worden. Dus, ja. En misschien is het toch te makkelijk dat ik daar zo kritisch over denk. Maar toen Rutte toch met het vorige kabinet, kijk, dit vind ik ook niet geen geweldig kabinet, dat zal duidelijk zijn geworden. Maar zo ergens het vorige is het toch niet dat je als liberaal in zee gaat met dat kabinet, dat vond ik onverteerbaar, beschamend ook, kan je anders zeggen, voor heel Nederland beschamend. U weet dat dit kabinet in december 14 wetsontwerpen van het vorige kabinet heeft ingetrokken. Ik ben een beetje afgedwaald, maar ja, het flipfloppen is inherent in het systeem. Je kunt niet anders dan flipfloppen. Vandaar dat ook allerlei mensen zeggen, maar die Obama maakte nou zo'n linkse indruk in de voorverkiezingen. Kijk nou eens, wat is dat nou? Het lijkt nergens naar het woord pragmatisch was geloof ik al een ernstig verwijt aan in zijn richting. Ik zei, ja, veel anders. En dan zeker in dat halfgare systeem. Je zult de kronkelwegen moeten vinden om überhaupt iets tot stand te brengen. Maar daar kunt u dus aan zien, begin nooit aan voorverkiezingen. Dat lijkt leuk en fijn en mooi, maar je hebt er niks te ellende van. Begin nooit aan een districtenstelsel. Want je ziet altijd dat in heel veel districten eigenlijk een permanente meerderheid is van een van de partijen. En dat betekent dat de hele rest in zo'n district mondboot is gemaakt. Terwijl uw stem in Nederland, in het proportioneel systeem, heeft altijd één, zelfs als op de SGP stem, heeft u toch nog een zekere invloed op de kamersamenstelling. Dus ja, een districtenstelsel is in feite hoogst ondemocratisch als je daar even over nadenkt. Waarom? Altijd die koekenbakkers van de democratisering, van de democratie die met dat districtenstelsel aan boord komen. Waarom kijken ze niet naar de landen waar die dingen al bestaan en waar ze niet werken? Ja, u wou een vraag stellen. Ja, de eerste termijn van Obama, hij allerlei kansen had om dingen te doen. Ja. Wat voor mogelijkheden en kansen gaat hij in zijn tweede termijn zo al hebben? Nog een andere vraag, maar daar een beetje op lijken. Is het reëel dat een aantal van de dingen die hij bereikt heeft teruggedraaid zouden kunnen worden op de lange termijn? Zoals inderdaad al die retoriek over Obamacare. Laten we die praktische vraag even als eerste beantwoorden. De hoofdeffecten van Obamacare worden volgend jaar pas effectief. Er zijn al een aantal dingen, meer kinderen verzekerd zijn en zo, maar een heel reeks van wezenlijke bepalingen zal volgend jaar ingaan. En eerlijk gezegd denk ik zelf dat als men eenmaal ziet wat die bepalingen voor effecten hebben, met name ook voor de onverzekerden, dan
kan best zijn dat sommige staten weigeren om Obamacare in te voeren. Zelfs dat zal tijdelijk zijn. Ik denk dat Obamacare niet meer zal verdwijnen. Dat is mijn vaste. Ik geef toe dat ik vaak de gekkigheid van de Verenigde Staten onderschat heb in de loop der jaren. Dus 100% zekerheid hebben we niet. Maar ik denk, nee, geloof ik niet. Je bent zelfs, laat ik ook eens iets optimistisch zeggen. Kijk, als die demografische verschuivingen waar we het over hadden. Hè, met name natuurlijk de zeer, zeer snelle groei van de Latino-populatie. En ook van andere minderheden in de Verenigde Staten, als die doorgaat. En als natuurlijk de relatieve krimp van die conservatieve blanken, bijvoorbeeld, ja, die oudere blanke Amerikanen gaan dood. Hè. En ook nog iets eerder dan mij bijvoorbeeld, dat scheelt ook een beetje. Hè. Dan verandert ook de samenstellingen van het kiezerscore. Als de Republikeinse Partij blijft vasthouden aan de wonderbaarlijke opvattingen die ze nu hebben, dan zitten ze echt voor de komende 3-4 cycli van verkiezingen zitten ze echt helemaal verkeerd. Dus je zou zeggen, ze moeten het een beetje bijstellen en naar het centrum koersen, maar als u het gevolgd heeft, ziet u dat ze vooral ruzie maken daarover en dat ze nu eigenlijk hun hoofdverklaring van het verlies van afgelopen november was, dat ze hun boodschap niet goed hadden overgebracht. Dat betwijfel ik in hoge mate, of dat daadwerkelijk het geval is. De kiezers zijn niet helemaal gek. Maar ja, een percentage van de kiezers is gek. In Nederland ongeveer 16%, zoals u weet. Ja, reken het maar even door, dan ziet u het vanzelf. Waar dat zo'n beetje terecht komt. Ook dat wat betreft Obamacare. Ik las al stukjes dat waarin stond als Hillary wil, als ze het doet over 4 jaar, dan gaat ze makkelijk winnen. En gegeven dat veranderingsproces wat ze als het ware onder de oppervlakte van de Amerikaanse samenleving voltrekt. En wat was nou het eerste deel van uw vraag? Dat vermoog ik. Dus in de eerste 2 jaar van zijn eerste termijn heeft Obama al dat ding tot stand kunnen brengen. Ja. Oh, wat hij nu zou kunnen doen. Ja. Geen mogelijkheden om echt wat op te brengen. Nou ja, die immigratiewetgeving zou eigenlijk voor. Ja, dat zou wel een zeer indrukwekkende prestatie zijn. Daar hikken ze nou al 15, 20 jaar tegenaan. Ik denk dat er nu ook wel een mogelijkheid bestaat, omdat de Republikeinen wel gezien hebben dat hun enorm impopulaire opvattingen over immigratie, met name over de illegale, dat die negatieve effecten hebben gesorteerd bij de afgelopen verkiezingen. Dus wie weet gaat dat nu lukken. Ja, ik zei al, die wapenwetgeving, dat geloof ik dus niet erg. En voor de rest, ja. Kijk, de Republikeinse meerderheid in het huis ligt gewoon systematisch dwars. We krijgen nog een heleboel toneelstukken over het verhogen van het kredietplafond en over de sequester en over van alles en nog wat. Want eigenlijk dacht men, nou ja, hun primaire doel in de vorige fase was de nederlaag van Obama bij de verkiezingen van 2012. Nou, hij heeft gewonnen. Maar en dan zullen ze daarna wel, want nu hoeven ze Obama niet meer te pesten. Maar het is kennelijk zo'n prettige habitus geworden om overal tegen te zijn. Dat komt trouwens ook alweer een beetje door dat gerrymandering, want een heleboel van die districten zijn zo conservatief dat het maakt voor die leden van het huis eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel uit waar ze allemaal tegen zijn. Maar als u naar de opiniepeilingen zou kijken voor wat die waard zijn, dan ik geloof dat het congres de meest impopulaire, afgezien van de georganiseerde dieven in de Verenigde Staten, is het de minst populaire organisatie die er in het land te vinden is. Maar ik ben niet opgewekt over wat Obama tot stand gaat brengen in de komende 4 jaar. Ten meer niet omdat, als je even terugkijkt op tweede termijnen stellen meestal geen zaak voor. Het is bijna altijd. Kijk, de herverkiezing is een referendum over de eerste termijn. En dan zie je eigenlijk maar heel, heel zelden dat ze nog een kwiek programma hebben voor de tweede termijn om bepaalde dingen tot stand te brengen. Het zou mij niet verbazen als die immigratiewetgeving er komt, dat het voor de rest klein bier gaat worden in de komende jaren. Niks met klimaatverandering bijvoorbeeld? Nou ja, dan zullen de Republikeinen ook op hun opvatting over klimaatverandering ingrijpend moeten veranderen.
Ik moet u zeggen, ik heb mijn opvatting over klimaatverandering na de afgelopen maand ook ingrijpend veranderd. Ik geloof er helemaal niet meer in, helemaal niet. Dit was nou de vierde kutwinter na op rij. Voor u als jonge persoon valt dat nog wel mee, maar voor de bejaarden is het echt een ramp. Dat je half januari al denkt van wat houdt mij eigenlijk hier, naar de Canarische eilanden. Ik weet niet of u het een beetje gevolgd heeft, maar de wereldtemperatuur is in 13 jaar niet meer gestegen. Het is enorm snel gestegen in de jaren 90 en sinds die tijd niet meer. Dus het is maar even afwachten hoe het eigenlijk precies zit. En ja, wat mij betreft, maar kijk, voor mij is het aantrekkelijk dat de klimaatopwarming even nog fors doorstijgt in de laatste jaren van mijn leven. Zodat ik er nog van kan profiteren. Dat u daar wellicht op langere termijn wat last van zou kunnen krijgen, daar zit ik niet zo mee. Ja, nou is de zonvloed. En bovendien, zoals u weet, het ergste scenario is dat Nederland het klimaat van Zuid-Frankrijk krijgt. Wat doen wij massaal als gemotoriseerde lemmingen? Zodra de vakantie aanbreekt, springen we in de auto, rijden we naar Zuid-Frankrijk. Dan hoeft u dat niet meer te doen. U blijft gewoon in uw doorzoekwoning in Heer Hugo Waard zitten. En vanzelf krijgt u het klimaat van Zuid-Frankrijk erbij. U graaft een zwembadje in de tuin. Klaar is Kees. Voor Nederland is het eigenlijk een heel aantrekkelijk scenario wel beschouwd. Ja, natuurlijk de woestijn rukt op. Dat wel. Ja, maar één vraag. Nou, we zijn al. We doen nog twee vragen daar. Die ga ik heel kort beantwoorden. Ja, ga u hangen en dan komt u. Over de vraag van drones. Het lijkt een beetje dat die drones voor Obama. Oh, de drones, ja. Oké. Okay. Ja? Nou, ik vond die drones voor mij een beetje voor Obama, een beetje een easy drone. Het is ook wel zo'n kunnen bedoelingen en dat gaat niet zo. Maar is Obama nou in deze echt een soort oorlogspresident? Wil hij inderdaad daar resultaten halen, of is hij gewoon weer nog een beetje netjes de eindjes eraan te knopen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij daar nogal vrij pragmatisch over denkt, in de zin, wat heb ik liever? Heb ik liever 100.000 man op de grond in Afghanistan? Of liever niet, maar dan moet ik met een beetje behoorlijke informatie ter plekke, kan ik de ergste boeven door middel van drones uitschakelen. Is het zo dat ik 1 op de 10 keer op een bruiloft schiet, of op begrafenis, of op andere burgermansplechtigheden? Ja, dat is zo. Maar dan nog zou je in het afwegingsproces je kunnen voorstellen, gesteld dat u meegaat met het hele idee dat de Taliban en de lokale terroristen bestreden moeten worden, waar ik zelf helemaal niet zo in geloof, moet ik u zeggen. Die lui blazen voornamelijk zichzelf op elkaar. Ja, als ze nou gedurende de winters wijkactief werden, dan zou ik zeggen, daar moeten we iets aan doen. Een drone, maar nee, ik zie dat niet zo. Maar ik begrijp wel waarom hij het doet. Want hij speelt ook een ingewikkeld spel. Als hij zegt, ik haal 100.000 man weg uit Afghanistan, dat zal volgend jaar zijn beslag krijgen, dan begint het Pentagon te piepen. Hè, of al rechtse groepen in de samenleving beginnen te piepen. Je hebt altijd lui die vinden dat er meer moet worden gedaan aan het vechten, bombarderen, schieten en al die andere dingen waar ze in principe hartstikke goed in zijn. Dus ik denk dat zijn afweging een zeer pragmatische is. Het probleem is eigenlijk, is het niet zo dat de drone eigenlijk dat een soort rechtenvrije executie is. Dat is het probleem. En, nou ja, u heeft dat misschien gelezen over die Amerikaan daar in Jemen, hè? Die was ook een radicale jihadist geworden. Ja, kijk, ik had liever gezien dat ze het niet hadden gedaan. Het leek me dat hij daar in Jemen niet veel kwaad kon. Kijk, niemand kan in Jemen veel kwaad. Er is al veel kwaad, dus het maakt allemaal niks uit. Maar goed, die man is geëxecuteerd. Ja, anders kun je het niet noemen. En daar wordt bezwaar tegen gemaakt. Ik zou het daar moeilijk mee hebben, laat ik het zo zeggen. Het is een heel simpel, relatief zeer goedkoop wapen. Die lui zit in een container ergens in Utah of zo. En de verleiding is natuurlijk enorm groot om die informatie te gebruiken om her en der mensen uit te schakelen. Maar voor de lange oorlog dan eigenlijk alleen maar voor zijn eigen politieke achtergrond? Ja, zeker. Ja, hij heeft hem geërfd. Hij moest ermee voort.
Kijk, ik las nog eens een stuk, ik geloof in de New York Review of Books, van Gary Wills, die zei, als Obama een vent is, dan stopt hij onmiddellijk al die halfgare militaire interventies die door zijn nog halfgare voorganger zijn begonnen. En dat zal hem zijn herverkiezing zonder meer kosten, want dat moet hij er dan maar voor over hebben. En ik vond dat wel een sterk argument. En ik had bovendien eens gelezen, na een jaartje of zo, anderhalf jaar Obama, dat het hem eigenlijk bitter teleur had gesteld, het hele presidentschap, dat hij daar geen zak aan vond. Ja, die eerste weken loop je door het Witte Huis en denk je, oh, het Witte Huis, en wat fijn, en overal waar je komt beginnen ze op het trompet te spelen, en ja, het is, je krijgt die Air Force One er ook gratis bij, ja, je zult met een Jumbo te dood krijgen, dat is ook even wat. Maar ja, na een jaartje heb je dat wel gezien eigenlijk. En of dat waar is, of dat een grootje aanval is, durf ik niet te zeggen. Gesteld dat je gelooft in de strijd tegen het terrorisme, waar ik dus niet in geloof. En als je zit met de situatie, een president, ook Obama, is helemaal ingekaderd in allerlei groepen die allerlei complexe belangen hebben die niet jouw belangen zijn. Daar moet je altijd enorm goed in de gaten houden. Maar de drone is op zichzelf een heeft u nooit kandidaten voor? Heeft u niet een tante waar u dacht, ik wou dat ik een drone had, dan zou die zomaar ineens een bommetje kunnen afwerpen. Je kunt trouwens nu enorm leuke toestelletjes kopen waarmee je zelf ook drone kunt spelen. Heeft u dat gezien? Vroeger waren die dingen onbetaalbaar duur, maar nu kun je zo'n helikopter krijgen met een cameraatje eraan. En dan kun je dus in de tuin van de buren loeren. Hè? Je stuurt hem omhoog en dan... ja, so much voor de droom. Ik geloof helemaal niet in de strijd tegen terrorisme. En ja, die idee die in Nederland toch weer Code Oranje heeft afgekondigd, dat je denkt van goede god, nog wat doet. Code Oranje. En hoe komt dat nou zo, Code Oranje? Dat komt omdat misschien die Marokkaanse jongens die naar Syrië zijn gegaan, omdat als ze terugkomen dat ze denken dat het hier ook Syrië is. En nou, dat komt wel eens heel slecht van. Het is dus niet meer dan suggestie, vermoeden, maar niet meer dan dat. Code Oranje, kom nou gauw. Hè. 2 jaar geleden concludeerden ze dat er in Nederland helemaal geen jihadisten waren. Hè. Dat heb ik me eens gezegd, zeer waarschijnlijk dat dat zo was. Als hadden we er toch wel iets van gemerkt, of niet? Want je kunt in Nederland, ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd, de samenleving mag wel dankbaar zijn dat ik geen terrorist ben. Omdat die leiders zijn volstrekt en randebielen. Je kunt, als je daar heel klein bent, wist u dat de Nederlandse gemeentes een paar jaar geleden alle strategisch kwetsbare punten op het internet gezet hebben? Kon je zo downloaden, waar die elektrische palen stonden en... Bent u wel eens geweest uit het grote gaspompstation bij Slochteren? Heeft u daar wel eens... Ben ik daar toevallig langs gereden. Een enorme hectare wirwar van aluminium pijpen. En goed gepoetst. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar het is goed gepoetst. En wat staat daar een hek omheen? Ja, hoe hoog is dat hek? Zo hoog. En er zit wel zo'n bordje op met zo'n bliksem, weet je wel. Zo, dat je, bliksem. Terwijl ik zou zeggen, je gooit er wat handgranaten in. En, nou ja, het zal de meest dramatische effect hebben. En dan komen die terroristen nooit op. Weet u dat die helikopter die naar Oblast Alar tegen de hoogspanningsleiding is aangevlogen? Kunt u zich nog herinneren hoe lang het geduurd heeft voordat ze de boel weer aangesloten hadden? Je zult er gewoon 6 van die palen op strategische plekken opblazen. Een fluitje van een cent. Een fluitje van een cent. Kan ik u verzekeren. Ik heb in dienst gezeten. Dus een fluitje van een cent. Weet u trouwens wat er gebeurd is toen ze die palen... Toen er geen stroom was en al een blassen waard. Het geboortecijfer, dat is aan een... Ja, dat is een gestegen. Kennelijk als de Nederlander geen tv kan kijken, heeft hij nog maar 1 alternatieve hobby. Hè? Om het eindelijk eens te doen, terwijl hij normaal tegen zijn vrouw zegt, nee, ik ga liever naar sterren op het ijs kijken. Dan had ik, nee. Ja, de laatste vraag is voor u. Gaat u gaan. Ik ga er even bij staan. Iedereen is altijd helemaal tevreden over de president en helemaal geweldig, hij heeft het geweldig gedaan, Obama. Maar ik vroeg me af, ja, elke president maakt ook missers. En ik vroeg me af, wat is in uw ogen de grootste misser van Obama afgelopen?
Oh, grote meerderheid. Ja, alsjeblieft kort. Oh. Ik denk dat de grootste misser van Obama is dat hij zich te terughoudend heeft opgesteld in de eerste 4 jaar en te weinig gebruik heeft gemaakt van zijn retorische talenten om zijn programma en presidentschap aan te bieden aan, zeg maar in de ruimste zin van het woord, de Amerikaanse bevolking. Dat het ook nogal afwachtend was als het ging om legislatieve processen waar je denkt van had hij niet iets eerder, iets meer initiatief kunnen tonen. Het is een hele afstandelijke, beschouwelijke, intellectualistische man. En er is wel geschreven iets meer Clinton-emoties, hè, van I can feel your pain, dat werk. Dat zou misschien een net iets betere mix geweest zijn. Maar ja, dat is ook een beetje, ik vind het al met al, vind ik het een vrij succesvolle president. Ik kan niet anders zeggen. Je bent ook blij dat het zo iemand is die ook een boek kan lezen, toch? Ja, als ik dan weer die schilderijen van die honden van zijn voorganger zie, dan denk ik, ik heb niks met honden. Maar dat je een schilderij van een hond gaat maken, dat begrijp ik al helemaal niet. Ik dank u voor uw aandacht.